Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan en druk ook op het belletje. Dan krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ik ga het hebben over Rusland en dan met name over de personeelswisselingen aan de top. En voordat ik die namen wil gaan noemen, wil ik toch uitleggen waarom het belangrijk is. Want het gaat om Poetin uiteindelijk. En Poetin die is voor verschillende dingen bang, maar niet zozeer dat hij die oorlog snel gaat verliezen. Daar is hij niet zo bang voor. Rusland heeft heel veel mogelijkheden, mensen, materieel, om het nog wel even uit te houden. Dus dat is niet de eerste prioriteit voor Poetin. Wat Poetin wel bang voor is, is dat hij gewoon afgezet wordt. Dat is iets wat heel snel kan gebeuren. En daar wil hij zeker niet een kans op maken dat dat gebeurt. Dus wat hij nu doet, is dat hij de mensen vlak bij hem nu allemaal op een andere post zet. Dat is heel bewust, want dan hebben ze weer nieuwe medewerkers. De relatie die er is met de oude medewerkers is verbroken, want ze zijn daar weg. En als mensen elkaar niet zo goed kennen, die vertrouwensband is er nog niet, dan is dat alleen maar gunstig voor Poetin. Poetin heeft die mensen verplaatst. Het gaat er niet om dat die mensen verstand hebben van waar ze komen te zitten. Ook dat is bij Rusland minder belangrijk. Het gaat erom dat er vriendjes van Poetin zitten op die plekken die van belang zijn. Iemand die kundig is, ja, die kan wel eens ook te machtig gaan worden. Dus dat is niet de eerste prioriteit. Dus wat dat betreft, het is een dictatuur. En binnen de dictatuur is de plek van de dictator, de zekerheid van de dictator, is eerste prioriteit. Alle andere dingen komen pas daarna. Dan wil ik niet zeggen dat die mensen aan de top, dat die niet geschikt zijn. Zo is het niet. Alleen het zijn vaak niet de meest geschikte mensen. Nou is de belangrijkste persoon in Rusland na Poetin, is de minister van Defensie op dit moment. En Shoigu zat daar heel erg goed. Tot een paar weken geleden zijn tweede man ineens werd opgepakt. Dat gaf al een indicatie, er gaat wat veranderen. En dat klopt. Shoigu is weggehaald van die plek. En Shoigu is nu de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad geworden. Nou, dat klinkt mooi, maar die Nationale Veiligheidsraad heeft niet zoveel meer in de melk te brokkelen. Het is bijna een eretitel, want Poetin houdt daar toch geen rekening mee. Dus, maar goed, hij is niet helemaal afgeserveerd, maar is op een andere plek gezet, waar hij nog wel toegang tot het Kremlin heeft, maar ja, minder. Het is gewoon een demotie, zo moet je het zien. En nu is er een econoom, is tot minister van Defensie gebombardeerd. Waarom een econoom? Nou, het ministerie van Defensie is één brok corruptie. Dat komt onder andere door Shoigu en zijn tweede man en alles eronder. En die econoom, die zal wel eens een tussenpaus kunnen worden om te kijken of je qua boekhouding die corruptie er een beetje uit kan halen. Dus dat hij toch in een 2 jaar tijd probeert het corruptieniveau naar beneden te halen. Het is niet, ik zie niet in dat hij daar heel lang blijft zitten, maar een mogelijke 2 jaar zou wel kunnen. Puur om de zaak eens een beetje op te vegen en stof te doen waaien. Hij is geen KGB-man. Hij gaat het ook niet lang volhouden daar, want alle anderen zijn wel van de KGB uitgekomen, waar Poetin ook vandaan komt. Dus hij is niet de meest logische man op die plek, maar dat geeft dus ook weer een heleboel wantrouwen binnen het ministerie van Defensie, zodat ze daar niet te machtig worden om Poetin eventueel af te zetten. En nou was er een nationale secretaris van de Nationale Veiligheidsraad, dat was Patrushev, die is weg. Die is 73, die is nu met pensioen. Hij krijgt wel een nieuwe functie in het Kremlin, maar dat zal dan meer een eretitel zijn. Maar het punt is, een van zijn zonen is nu een vicepremier geworden. En die zoon was al minister van Agrarische Zaken, maar die is nu vicepremier geworden. En dat is Patrushev junior. En die wordt ook gezien als een mogelijke opvolger voor Poetin als die uit zichzelf stopt met roken. En het tijdelijke voor het definitieve gaat verhuilen, dan zou die zoon van Patrushev wel eens de nieuwe dictator van Rusland kunnen gaan worden. Maar ja, zover is het nog niet. Er kan van alles en nog wat veranderen. Maar het is een heleboel beweging. Er wordt nu gezegd, het is een signaal aan Oekraïne. Nee hoor, het is helemaal geen signaal aan Oekraïne. Het is puur een reorganisatie om Poetin sterker in het zadel te houden. Daar is het helemaal op gericht. Het komt niet uit de lucht vallen.
Poetin is voor de vijfde keer president geworden en dan moet dan de regering netjes ontslag indienen. En, dan, nou, en dat is een mooi moment om dan eventjes een stoelendans uit te voeren. En dat is dus nu gebeurd. Helemaal niet schokkend, we hadden het al zien aankomen. Dus er zijn geen gekke dingen. Er zijn een paar mensen opgepakt, want dat hoort er dan ook bij. Hè? Want als je een stoelendans doet, dan heb je kans dat je wat mensen overhoudt als je van onderuit de mensen erbij wil hebben. Dus er zijn er een paar opgepakt. Ook weer om een signaal te geven, niemand is veilig. Dus hou je vooral gedijst. Geen commentaar op de grote leider, want dan gaat je kop eraf. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Daar wil ik het ook bij houden. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!